Welkom bij jullie eerste les Illustrator. Zoals jullie zien heb ik net Illustrator geopend. Ik heb verder nog niks gedaan. Ik ga jullie deze les uitleggen hoe alle tools werken. Ik gebruik een Engelse versie van Illustrator. En dat doe ik omdat de namen van de tools wereldwijd gebruikt worden en meestal ook bij bedrijven. Als je zover bent en het is geopend, zie je het bureaublad op deze manier. Dan gaan we naar File toe en dan gaan we naar New. En hier gaan we een document openen. Dan krijg je dit overzichtje. Dan kun je hier de filenaam invoeren. Dat is altijd handig. Dan zeg ik gewoon basis. Dan hoef je eigenlijk alleen nog maar even te kijken voor nu naar wat voor formaat je van je papier, zeg maar, je tekenpapier selecteert. En ik heb A4. Dan gaan wij voor een landscape format en dan zeg je oké. Om te beginnen leg ik even uit dat je het bureaublad, of eigenlijk je tekenvel, kan je bewegen. Dat doe je door middel van de spatiebalk in te houden. Op het moment dat je spatiebalk indrukt, komt er een handje tevoorschijn. Op deze manier. En dan kan je hem eigenlijk overal heen schuiven. Wat je ook kan doen, is inzoomen en uitzoomen. Het zoomlensje zit hier. Dan druk je op zoom en zie je dat je tekenpapier groter wordt. Dan ben ik helemaal ingezoomd. Wil je misschien ook weer uitzoomen? Dan hou je nog steeds het loopje zo. Druk je Alt in en dan klik je weer terug. En dan zie je dat je weer bij je pagina komt. Nou, nu zit hij weer uit het lood. Druk je even de spatiebalk in en kun je je papier terugkrijgen. Je kan nog iets uitzoomen. En op deze manier kom je weer terug. Wat handiger is met je zoomlensje, of ook een trucje, is als je nou helemaal uitgezoomd bent en je zegt ik wil alleen maar mijn papier in beeld, dat je heel eventjes zo doet. Dan trek je, als het ware, een kader om het papier en zie je dat je het volledig in beeld hebt. Wat we nu gaan doen is, we gaan iets tekenen. En we beginnen met het vierkantje. Vierkantje kan je gewoon zo tekenen. Je zet de muis op het papier en je trekt een vierkant en nog één. En die kan je zo ook bewegen. Wat nieuw is in Adobe CC, is dat je ook gelijk ronde hoeken kan maken. Door gewoon op deze pijltjes te klikken. Dat kan je ook weer terug doen. En dan kan je weer op deze manier doen. Heel handig. Als we dat vierkantje hebben, dan wil je misschien ook wel een vierkant die altijd helemaal echt vierkant is. Want als ik nu dit doe, dan zie je dat die alle kanten op gaat. Als ik nou zeker wil weten dat die echt vierkant is, dan hou ik even Shift ingedrukt. Dan zie je dat die gewoon altijd vierkant is. Dan willen we misschien het vierkantje ook een kleurtje gaan geven. Nou, hier zie je de swatches staan. Dus dat zijn de kleuren. Daar klik je op. Daar kom je door hierop te klikken. Je kan ook hierop klikken. Dan kan je ze helemaal met de hand instellen. Hier kom je ook nog andere kleuren tegen. Maar we gaan nu even gebruik maken van deze. Dan wil ik die bijvoorbeeld rood. En dan kleur ik hem rood. Dan zie je hier verschijnen dat ik een rood vierkantje heb. De lijndikte is zwart. Klik er even naast, dan kan je het zien. Ik zal even inzoomen, kan je zien dat we een zwarte lijn hebben. Ga weer terug. Dan wil ik een ander vierkantje, wil ik misschien wel geel. En deze doen we oranje. En deze groen. Ga ik weer even inzoomen. Ja. Dit zijn nu allemaal losse vierkanten en die kan ik gewoon zo over het papier heen bewegen met mijn zwarte selectietool. Dit is een tooltje en daar kan ik, als ik op de hoekjes ga staan, kan ik het alsnog de vierkantjes aanpassen. Dan hebben we ook nog een wit selectietooltje. Als ik hierop ga staan en ik klik in een hoek, dan zie je dat ik het vierkant ook helemaal uit kan trekken. Het is een soort van manipulatietool eigenlijk.
dat laten we even voor wat het is. Als ik nou wil dat deze vierkanten altijd in deze opstelling blijven, dan kan ik ze ook even allemaal selecteren. Dat kan ik doen door met het zwarte pijltje ze allemaal te selecteren, er allemaal omheen te gaan. En wat ik dan kan doen is rechtermuisknop en zeggen group. Dat betekent dat ze een groep worden. Als ik ernaast klik en ik klik nu, probeer ze nu te verschuiven, zie je dat ze als groep bewegen. Nou, als ik dat nou niet wil, dan doe ik weer rechtermuisknop en dan zeg ik ungroup. Klik er weer naast en kan ik ze weer losweer. Dan gaan we even met een ander vormpje verder. Dan zeg ik even Ctrl A, wat alles selecteren betekent, en zeg ik backspace. Dan gooi ik alles weg. Als ik nu op het vierkantje wat langer blijf staan, je ziet bij al deze tekentjes dat als er eigenlijk een pijltje in het hoekje staat van het symbooltje, dan zit er meer onder. Dus als ik dat ingedrukt hou, dan zie je dat ik ook bij andere vormen kom. Dus zo ook bij het vierkant met afgeronde hoeken, wat je vroeger alleen had. En nu kan je dat ook al in het gewone vierkantje doen. En nu hebben we ook een ellips, oftewel een cirkel. Nou, daar kan ik eigenlijk precies hetzelfde mee doen. Ik teken een cirkel zoals ik die wil. Als ik die weer altijd helemaal rond wil hebben, dan haal ik shift ingedrukt en is die altijd rond. Dan gaan we even kijken naar die lijnen. De lijnen om de cirkel heen. Stel dat ik nou eigenlijk geen lijn wil hebben, dan klik ik het rondje aan met de selectietool, gewoon met de zwarte selectietool. En dan ga ik hierheen. Dan haal ik even de lijn naar voren. Dan zie je hier wat ik daarmee kan doen. En hier kan ik zeggen, ik wil geen lijn. Dan zie je dat ik geen lijn meer heb. Dan zoom ik er even uit. Je ziet, de zoom gebruik je heel vaak. En ga ik even naar één cirkel om het helder te maken. Klik ze gewoon aan en haal ze weg met backspace. Dan klik ik op deze cirkel. Misschien wil ik de lijndikte wel dikker hebben. Nou, dat kan ook. Dan ga je hier naartoe. Ga je naar dit open klik schermpje. Dan zie je hier dat de lijn nu één punt heeft. Die kan ik vergroten. Ik kan dat doen door middel van de pijltjes. Ik kan ook zeggen, ik vul het gewoon zo in. Gelijk. Nou kan ik nog iets doen. Ga ik even terug naar ongeveer 5 punten. En als ik zeg, ik wil geen mooie rechte, nette lijn, maar ik wil alsof het ingekleurd is. Of met een kwast gedaan is. Nou, altijd eerst hetgene selecteren wat je wil gaan gebruiken. En dan ga je naar brushes. Brushes kan je hieronder vinden. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ik wil zo'n soort vlotte lijn eromheen. Dan zie je al dat er een soort van mini kunstwerk ontstaat. Kan ik ook weer zeggen, maar ik wil eigenlijk helemaal niet dat die binnenkant groen is. Ik wil dat die gewoon geen kleur heeft. Nou, dan ga ik weer even naar de vulling. Die haal ik naar voren en dan zeg ik geen vulling. Op het moment dat ik dan nog iets erachter zet, gaan we even kijken. Moet ik even groen maken. Nou, dat is gelijk ook een mooie om dit te laten zien. Als ik dit cirkeltje nou achter de andere cirkel wil hebben, dan klik ik op de cirkel. Doe ik rechtermuisknop en dan zeg ik, ga ik naar arrange en dan zeg ik send to the back. Dan ga ik hem helemaal naar achter sturen. Dan zie je dat het cirkeltje achter de lijn komt. En nu kun je ook gelijk zien dat de cirkel die we eerst hebben gemaakt geen vulling meer heeft. Je zal zien dat je deze dit selectietooltje waarbij je zegt arrange naar de front, forward, backwards en send to the back heel vaak gaat gebruiken. Test die ook gewoon uit. Op het moment dat je heel veel items hebt die je soms wat meer naar voren wil plaatsen, soms wat meer naar achter, zal je die heel vaak gaan gebruiken. Nou, doe ik weer even Ctrl A en dan haal ik weer even alles weg.
Dan zie je, als je hier nog op drukt, zie je ook nog andere vormen, bijvoorbeeld zoals de ster. Nou, als ik gewoon de ster selecteer en ik trek dan zie je dat er gewoon een ster ontstaat. Wat nog wel interessant is om even te vertellen, is als ik nou één keer klik, dat gaat niet op deze manier, moet ik eerst altijd even deselecteren, anders krijg ik gewoon een klein sterretje. Maar als ik nou niks geselecteerd heb, maar ik selecteer wel de ster en dan op mijn pagina klik, dan zie je hier dat ik het aantal punten van de ster kan invoeren. Dus ik kan hier zeggen, ik wil 20 punten. Hier kan je ook instellen in hoeverre je wil dat, hoe diep die punten van elkaar zitten. Nou, ik laat het even zo om het snel te laten zien. Dan zie je dat die heel klein is. Dat is niet de bedoeling. Dus ik maak hem even groter. Kan gelijk laten zien hoe dat moet. Dus als je iets groter wil maken, dan druk je gewoon op een hoek. En dan kan je hem groter trekken. Nou, als ik nou zo trek, dan zie je dat ik hem ook schuin trek. Hierbij geldt ook weer, als ik wil dat hij in proportie kleiner wordt, ga ik even terug, dan zie je dat ik hem in verhouding groter kan maken. Wat ik net deed, is even teruggaan. Als je een foutje maakt, zal vaak gebeuren. Stel je voor, ik trek hem inderdaad nu scheef en ik zeg, oh, maar dat was niet de bedoeling. Ga dan naar Ctrl-Z. Of als je een Apple hebt, appeltje zet. En dan kan je terug naar je voorgaande je handeling eigenlijk. Dit kan je ook gewoon een paar keer doen. En dan zie je dat je gewoon helemaal terug kan. Op zich kan dit heel erg ver. Dus je kan zo alles terughalen. Stel je voor, we willen cirkels tekenen die over elkaar heen vallen. Dan hou ik even weer shift ingedrukt, zodat ik altijd rechte cirkels krijg. Je ziet dat ik nu een hele dikke lijn heb. Dat wil ik niet. Ik ga terug naar één punt. Dan krijg ik een cirkel met één punt. En ik wil hier nog een cirkel intekenen. Nou, teken ik nog een cirkel. Die ga ik eventjes erin plaatsen. En dan heb ik eigenlijk twee cirkels over elkaar heen. Maar wat nou als ik dat de binnenste cirkel graag een gat wil? Een gat dat je, waar je echt doorheen kan kijken, want ik kan hem natuurlijk ook gewoon wit maken. Hè? Dan lijkt dat ook zo. Maar op het moment dat ik er twee heb, ga ik ook gelijk laten zien hoe dat moet, zeg ik, selecteer ik hem helemaal door de selectietool te gebruiken. En dan zeg ik Ctrl-C, Ctrl-V. Dat is copy en paste. Dan zie je dat als ik hem nu over elkaar heen zet, dat je dus niet door de cirkels heen kan kijken. Maar dat wil ik wel. Nou, dan heb je daar een heel handig trucje voor. We gaan even terug naar één cirkel. Selecteer hem. Ik selecteer hem eventjes. Je moet daarvoor twee cirkels selecteren. Dan ga ik naar Window. Hier in dit opklapschermpje vind je eigenlijk alle extra vensters die je kan hebben. Dan moet je maar gewoon eens doorheen bladeren. Er kan verschrikkelijk veel met Illustrator. Nou, ik heb hem net weggeklikt, want ik had hem stiekem al een keer opengeklikt. Dan zie je hier dat je Pathfinder kan vinden. Die klikken we even open. Dan zie je hier Pathfinder staan. En dan zie je hier wat je kan doen met twee vormen die je allebei selecteert. Nou, ik heb ze allebei al geselecteerd zijn. Let op, het werkt alleen als je dat doet. En dan klik ik hierop. Dan zie je dat er het volgende ontstaat. Ik even een kleurtje maken weer. En dan zeg ik Ctrl-A. Alles selecteren, Ctrl-C, Ctrl-V. En als ik ze dan nu over elkaar heen zet, dan zie je dat er wel degelijk een gat ontstaat. En dat ik echt door de vormen heen kan kijken. Er kan nog veel meer met die Pathfinder. Stel dat ik nou twee vierkanten heb. Hè? Dus ik heb hier één vierkant en ik zeg ik wil er nog één. Ctrl-C, Ctrl-V. Ik zet hem eroverheen. Kan ik ook zeggen, ik wil niet dat het twee losse vormen zijn. Ik wil dat ze samen gaan.
Dan doe ik ze even altijd allebei selecteren en dan klik ik hierop en dan zie je dat het eigenlijk één figuur wordt. Als we een vierkant tekenen, of eigenlijk een rechthoek, en ik wil deze draaien. Wat je dan doet is, je selecteert de rechthoek, je gaat naar het rotate icoontje en je gaat daarop dubbel klikken. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ik ga hem 90 graden draaien, hè? Dat kun je veranderen. En dan zie je dat het draait. Dat is vrij handig. De pen tool is ook een belangrijke tool. Deze zit hier. Op het moment dat ik gewoon een freeform vorm wil tekenen, zet ik de pen op het papier en kan ik een vorm maken. Als ik deze vorm wil sluiten, dan ga ik naar het beginpunt en dan zie je dat het vierkantje iets vergroot. En je ziet ook een rondje bij mijn pennetje komen te staan, wat betekent dat ik de vorm sluit. Dan klik ik erop en dan is de vorm als het ware gesloten. Stel dat ik nou een vorm wil hebben wat niet alleen maar uit rechte lijnen bestaat. Dan trek ik het pennetje bijvoorbeeld omhoog. Dan hou ik hem ingedrukt en dan zie je dat er een boog ontstaat. Deze boog kan ik helemaal zo gek maken als ik zelf wil. Nou, je ziet dat die gelijk ook doorbuigt. Als ik dat nou niet wil, ik even zo noem. En ik wil nou niet gelijk dat ik, je ziet dat die dan gelijk weer rond wil worden. Dan ga ik even terug naar het punt. En dan zeg ik, nee, ik wil recht. Dat doet hij dan automatisch. En ik sluit hem weer. Als deze boog nou net niet helemaal is wat ik wil, kan ik ook met het witte selectiepijltje, of het Direct Selection Tool, kan ik ook op de boog klikken en dan zie je dat er eigenlijk een soort hendeltje komt. Nou, die hendel zorgt ervoor dat ik de boog ook nog weer kan veranderen. Ik wil jullie ook nog het tooltje laten zien, de Paintbrush Tool. Als je hierop klikt en je zorgt dat je de goede brush selecteert, die haal je hier vandaan. Dan klik ik op deze. Dan zie je dat je ook gewoon freeform lijnen kan tekenen, alsof je ze schildert. Ze zijn nog wat schokkig als je ze erop zet, maar ze corrigeren zichzelf netjes. Dit geldt ook voor de pencil tool, die is wat dunner. En dan kan je ook van dat soort vormen maken zoals je ze wil. Je ziet gelijk dat er allemaal ankerpunten komen te staan. Hierbij kan je ook zorgen dat je ze in een andere vorm trekt. Neem daar altijd het witte tooltje voor. Even ernaast selecteren. Dan selecteren. En dan zal je zien dat je die hendeltjes eigenlijk heel makkelijk scheef kan trekken. Het allerlaatste wat we doen voor de basics is het opslaan van een bestand. Stel, ik heb hier mijn bestandje. Een geel vierkantje. En ik wil deze opslaan, ga ik naar File, Save As. Dan kan ik hier een naam geven, basis 1. Ik zet hem even tijdelijk op een bureaublad, maar je kunt zelf kiezen hier in deze boom waar je hem neer wil zetten of dat je dat in een map doet. En dan slaan we deze op als AI-bestand. Dat betekent dat dit bestand altijd aan te passen is in Illustrator. Je kunt ook kiezen voor PDF. Maar dan zal je zien dat je het wel in Illustrator kan openen en aanpassen. Maar dat het voor de buitenwereld afgesloten is als je alleen een PDF-bestand opstuurt. Zoals dat altijd is met een PDF-bestand. Ik doe nu AI. Dan ga je opslaan. Hier kun je nog even kijken. Maar dan hoef je verder niks even te doen. Dan zeg je oké. En dan is je bestand opgeslagen. Dit waren alle basics voor het gebruik van Illustrator. We zullen in de volgende lessen ook nog andere selectietooltjes gaan gebruiken. Maar dit is waar je even mee voor de basis goed uit te voeren.